Goedemorgen, ik ben Frits Nijens van de gemeente Haren. Ik ben samen met Wim van Dijk van de firma Heijmans hier bij het fietspad in S, de aanleg daarvan. En we worden nu even opgenomen door Loes, lokale omroep S. We gaan even het pad af, we gaan kijken hoe ver we met de werkzaamheden nu zijn. En ondertussen zullen we vertellen wat er ongeveer op komt te liggen en wat het doel van het pad eigenlijk is. Prima, dan gaan we die kant op. We lopen nu van de A2 richting het spoor langs de Essenweg. Goed, Heijmans heeft hier de opdracht gekregen om de fietspad aan te leggen. Nou, Heijmans is hier bekend, is ook met de A2 bezig. En, dus is zeer bekend met dit soort werkzaamheden. Dus ook de regio zal Heijmans zeker kennen. We zullen even langs het werk lopen en uitleggen hoe ver we zijn op dit moment. Nou, zoals je kunt zien, en zien we dadelijk verderop ook, is de puinbaan aangelegd. Het grondweg vooraf is gedaan. De bomen zijn beschermd en het vooronderzoek is uitgevoerd. De puinbaan ligt er deze week gewoon compleet bij. We lopen dadelijk verder en dan hebben we het nog even over de rest van de planning. Denk ik. Frits, in het vooronderzoek hebben wij gegevens gekregen over explosief dat allemaal netjes is onderzocht in deze omgeving. Is hier vroeger veel gebeurd dan of zo? Ja, in de oorlog is hier nogal wat activiteit geweest. Okay. Vandaar ook dat er dan wat zaken gevonden zijn. Ja, ja. En ja, uiteraard opgeruimd voor dat we met de werkzaamheden nou beginnen. Hè? Ja, klopt. Ja, okay. Ja, hier zijn we nou even bij een stukje waar we erg goed op hebben moeten letten. Er staan een paar monumentale palen voor de entree. En vandaar ook dat we het pad hier met een bochtje hebben gelegd om daar goed langs te komen. Oké. Prima, dan lopen we gewoon even verder langs het werk. Dan zal ik even kort toelichten ja, hoe ver we staan, wat de planning is en wanneer alles klaar zal zijn. We gaan dus vanaf de snelweg tot aan het spoor de beton fietspad aanleggen. Over dezelfde lengte komt er een nieuwe asfaltlaag te liggen. Voorzien van een markering. Op dit moment is de status zo dat de fundering ligt er zo goed als klaar bij. Dus deze week gereed. Volgende week zal de beton worden aangebracht. En in de week na Pasen is er een week zeg maar, dat we gewoon aan de deklaag van asfalt gaan beginnen. Die werkzaamheden afgerond zijn, dan zal het werk conform planning gewoon opgeleverd worden. Nou, dan lopen we even verder. Zoals je ziet zijn ze nog volop bezig dus. Het doek wordt uitgerold, zoals besproken, zeg maar, beschermen wij de wortels. Er is veel aandacht voor, ook voor de bescherming van de bomen, dicht langs de werkzaamheden. Nou, het doek is een drukverdelend doek wat is uitgerold en aan de zijkant omhoog gezet. Om zoveel mogelijk zeg maar, de natuur toch zijn loop te laten gaan. Het wortelpakket is groot, je ziet veel bomen staan, dus ja, daar zijn voorzieningen voor getroffen. We staan hier dus hier op de locatie. Straks zal er langs de fietspad verlichting worden aangebracht, zoals door de gemeente in de gemeente Haren langs de nieuwe fietspaden die aangelegd zijn ook is aangebracht. Dus eenzelfde soort uitstraling. LED-verlichting is het. En met name omdat we tussen in het bos zitten, hebben we goed op moeten letten met het ontwerpen van dat we niet te veel verstoring geven in het bos. Ja, prima. Voor de werkzaamheden is een klikmelding aangevraagd en er is naar voren gekomen dat aan de zijde van het spoor een hoge druk gasleiding lag. Nou, daar zijn de juiste wegen gevolgd, afspraken over gemaakt, hebben we in kaart gebracht. Dus daar is de veiligheid gewoon ook gegarandeerd. Ja, daar komen ook regelmatig mensen van het gas kijken als we daar in de buurt aan het graven zijn. Dus wat dat betreft inderdaad de veiligheid goed gegarandeerd. We hebben het pad uiteindelijk tussen de bomen moeten leggen hier langs de hele weg. Als je het namelijk langs de weg zou leggen, ja, zouden we een sloot helemaal dicht moeten, een afwateringsstelsel aangelegd moeten worden en dergelijke. Maar bovendien zouden we ook de laanbeplanting die direct langs de sloot of langs de weg staat, die zou dan ook weggehaald moeten worden. Nou, dat was niet de wens van verschillende instanties, onder andere ook Brabants Landschap, maar ook de gemeente Boxtel en de gemeente Haren zelf. Oké,
Nou, we hebben nu een indruk gekregen van het werk wat we aan het aanleggen zijn. Zoals gezegd, eind april is het werk gereed. En dan denk ik dat de gemeente S heel erg blij zal zijn dat er een veilige, vrijliggende fietspad is gekomen. In plaats van zeg maar, wat er nu ligt langs de weg. Dus ik hoop en denk wel dat de mensen binnen de gemeente S hier erg blij mee zullen zijn. Ja, het zal zeker zo zijn. Ja. Prima. Dankjewel, Frits. Net ook blij dat ik even gekomen ben. Ja, dus voor de gemeente heb ik leuk. Ja, is het zo. Het zijn toch mooie werken. Ah.